Dank u wel, voorzitter. Ja, Nederland zal het recordaantal inwoners bereiken dit jaar van 17 miljoen. En toch zijn er gebieden in Nederland, vooral aan de grens, waar krimp plaatsvindt. En krimp kan natuurlijk vervelend zijn als het gaat, als dat leidt tot verlies van noodzakelijke voorzieningen, zoals een postkantoor of een ziekenhuis of een dokter. En krimp is dus vervelend in die grensregio's, maar wat nog vervelender is, is als daar asielzoekers worden geplaatst om die krimp op te vangen. Dan is het middel erger dan de kwaal. En de mensen in krimpgebieden hebben het al lastig. En als er dan ook nog extra asielzoekers dreigen te komen, dan is dat natuurlijk niet goed voor de ontwikkeling in dat gebied. En daar heb ik de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging. Constaterende dat er in de brief 32.847 nummer 209 staat dat de minister het logisch vindt te onderzoeken of het haalbaar en wenselijk is woningen tijdelijk te verhuren aan statushouders. Constaterende dat het huisvesten van statushouders nooit logisch of wenselijk is. Constaterende dat de minister de huidige asieltsunami misbruikt om de leefbaarheid in krimpgebieden op peil te houden. Constaterende dat de minister niets geleerd heeft van de puinhopen van Paars. Verzoekt de regering te stoppen met onderzoek naar mogelijkheden om statushouders op te vangen in krimpregio's. En gaat over tot orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Korte vraag, de heer Albert de Vries. Ja, waaruit, voorzitter, maakt de heer Matlener op dat er plannen zijn om extra statushouders te huisvesten in de krimpgebieden? In welk beleidsdocument, in welk voorstel heeft hij dat gelezen? De heer Matlener. Nou, in de motie verwijs ik naar de brief waarin de minister aan de Kamer schrijft dat hij bezig is dat te onderzoeken of dat mogelijk wenselijk is. En ja, u weet waar een onderzoek toe kan leiden, zeker in deze huidige Kamer. Een onderzoek naar opvang van extra asielzoekers leidt meestal in deze Kamer met de Partij van de Arbeid, die nu nog groot is, tot inderdaad extra asielzoekers. En daarom wil ik nu al deze motie in stemming brengen. Tot slot, de heer De Vries. Dus de heer Matlener, voorzitter, erkent dat er geen plannen zijn om extra vluchtelingen naar de krimpregio's te huisvesten. En dat er een plan ligt voor een totale spreiding in Nederland. Dat ontkent hij toch niet, dat plan gespreid over heel Nederland moet worden uitgevoerd? Nee, voorzitter, het is iets meer dan een plan om te spreiden. Dit is echt een plan om te onderzoeken of asielzoekers een oplossing zouden kunnen zijn voor krimpgebieden. Dus dat gaat met name om daar toch wat extra asielzoekers naartoe te sturen. En dat onderzoek willen wij al niet. Wij willen helemaal geen asielzoekers in Nederland. U weet alle problemen in de jaren 90 met criminaliteit, noem het maar op. Het is toch te gek dat de PvdA hier zo bezig is om ons land weer naar de afgrond te brengen. Heeft u nog een motie? Of is dat... Ja, ik zou bijna nog een motie over de PvdA willen indienen. Maar goed, ik heb nog een motie inderdaad. Ja, gaat u gaan. De Kamer gehoort de beraadslaging. Dat gaat over de toltunnel, voorzitter, om even in te leiden. Zeeuws-Vlaanderen is ook een krimpgebied. En daar is een tunnel, een mooie tunnel, die is heel handig, maar die is best duur om doorheen te rijden. En wij denken dat het mogelijk zou zijn om die tunnel tolvrij te maken en dat het krimpgebied Zeeuws-Vlaanderen zou helpen. En die motie is als volgt. De Kamer hoort de beraadslaging. Constaterende dat inwoners van Zeeuws-Vlaanderen momenteel tol moeten betalen voor het gebruik van de Westerschelde-tunnel. Constaterende dat krimpgebied Zeeuws-Vlaanderen gebaat zou zijn bij een tolvrije tunnelverbinding. Verzoekt de regering om samen met de provincie Zeeland te zoeken naar mogelijkheden om de Westerschelde-tunnel tolvrij te maken. En deze bevindingen aan de Kamer en de provinciale van Zeeland voor te leggen voor de begrotingsbehandeling van 2017. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit aan de beraadslaging. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord. Eén vraag, meneer Houwers. Want er is een algemeen overleg geweest waar dit soort vragen ook zijn bediscussieerd. De heer Houwers. Ja, voorzitter, dat klopt. Maar dan nog heel kort die vraag. Kan de heer Matlener aangeven waar hij dat dan uit rijksmiddelen zou willen dekken? Want dat was destijds ook gevraagd. Dat maakt het voor mij makkelijker om de weging te maken of ik hiervoor zou kunnen stemmen of niet. De heer Matlener. Nou, de motie vraagt om een voorstel te doen aan de Kamer en daarvoor dekking te zoeken. Het hangt er ook van af hoeveel het Rijk moet bijdragen en wat de provincie doet. Dus dat kan ik nog op dit moment niet zeggen. Maar de motie vraagt om de regering om dat in ieder geval te onderzoeken, om te streven naar het tolvrij maken. Dan kunnen we bij de begrotingsbehandeling van 2017 kunnen we met de Kamer een dekking aangeven. Of misschien weet de minister al een goede dekking. Dank u wel. Dan geef ik